Ben Veringa, die onlangs de Nobelprijs voor scheikunde kreeg, is benoemd tot ereburger van de gemeente Groningen. Dat gebeurde zojuist in de Martini-kerk door burgemeester Peter den Oudste. De onderzoeksgroep Veringa kreeg de erepenning van de stad Groningen. Maar voor die tijd liep een grote stoet van hoogleraren van het academiegebouw naar de Martini-kerk, waar Veringa een lezing hield, de zogeheten Nobelprijs Lecture. Dat gebeurde onder grote belangstelling. En op de grote markt is sinds vanmiddag de nanocar van Ben Veringa te zien, waarvoor Veringa de Nobelprijs kreeg. De nanocar is een vierwiel aangedreven moleculair autootje van een miljoenste vierkante millimeter. Een nanometer. Het exemplaar op de grote markt is uiteraard een vergroot model. De nanocar staat tot vrijdag op de grote markt. Daarna verkast het voertuig naar het broerplein voor het academiegebouw.